In de grote schoolvakantie is het gebruikelijk dat ouders en verzorgers inkopen doen voor het nieuwe schooljaar. Wanneer onze nieuwsdienst in de binnenstad Poolshoogte neemt, horen wij van ouders dat door de verhoogde prijzen zij dit jaar nog minder schoolspullen kunnen aanschaffen. Enkele mensen geven aan dat zij de prijzen niet meer kunnen bijhouden. Een moeder zegt dat zij niet uitkomt als zij geen strakke prioriteiten stelt bij het aanschaffen van schoolbenodigdheden. Wij zijn verschrikkelijk hoog geworden. Met ons dagkoers is het nog erger geworden. Kijk, ik werk in de winkel, ik weet hoe het om mijn bij ligt. En ik voel het al aan die ouders die alleenstaande zijn. Ja, en van waar haalt u die spullen? Waar koopt u die schoolspullen? Bij mij natuurlijk in de winkel, Kerpelani. Daar is het natuurlijk nog een beetje redelijk, want we zijn nog niet bezig met verhogen. Dus ik raad die ouders aan om zo snel mogelijk te komen, want we weten niet wat er morgen kan gebeuren. Ik wil eigenlijk niet praten over de regering, maar ook al wil je niet daaraan komen, het moet wel. Om te kijken een paar jaren terug, dan waren die dingen niet zo duur. Een pen kon je kopen voor 5 SRD, voor 2, je zou 2 krijgen. Maar nu ga je een pen kopen voor 7 SRD en 50 cent en dat is wel duur. Mijn opa heet, zei toch. Ik heb oude schriften, plus mobile nieuwe. Score dat dat me abibados. Als je dat de dek, dus al die patten aan. Dan wil ik ook wat de trassen dat. Maar als je abba verplicht heeft, je begint ook wat abba verplicht heeft. Dan wil ik het chillen. Chillen de van hoe, alles maar chillen, want mijn schrift is dadelijk. Moet drinken wat aan, moet je wat aan. Hij toch. Maar ik zit daar abba langer ik wat voor zie. Zo, ik wil dat die koers omlaag moet gaan. Ja, zodat die producten. Die prijzen in die winkels goedkoper kunnen komen. Terwijl een deel van de ouders aangeeft toch moeite te zullen doen om nieuwe schoolspullen aan te schaffen, zegt een ander deel dat de kinderen hun schoolspullen van het vorig jaar dit jaar opnieuw zullen gebruiken.